Dit is de avond van mijn eerste dag. Ik leef pas echt sinds ik jou hier zag. Hou me vast, hoor, hou me vast, hoor ik wel. Bij Belle Jumelin vandaag een nieuwe gast en we zijn heel blij hem hier voor te stellen in Velgen bij de artiest. Jan Wouters is de naam. Goedenavond, Jan. Vertel even voor onze kijkers, wie is Jan Wouters? Hoe lang ben je met het zingen bezig? Wel, die microbe van muziek zit er natuurlijk al heel lang in. Als soloartiest ben ik nog niet zo heel lang bezig, maar als muzikant eigenlijk al vanaf mijn 14 jaar. Ik ben er nu 30, dus dat is eigenlijk al een hele periode. Waarom gekozen uiteindelijk voor een solo-carrière? Op al de plaatsen waar ik moest musiceren, viel het nogal op dat de mensen eigenlijk nogal veel, laat ons zeggen, lof hadden over de zangkwaliteit. Dus vandaar ook het idee om dat te zeggen, kijk, goed, we gaan daarmee verder. Ja, eigenlijk vandaar. Wie waren jouw idolen of voorbeelden? Miltura. Dat durf ik heel oprecht zeggen. Miltura was mijn grote voorbeeld. Ben ik ook heel vaak naar optredens geweest van Miltura. Ik vond dat ook een fantastische mens eigenlijk. Vandaar komt het eigenlijk wel. Ja, absoluut. De laatste maanden heel veel ervaring opgedaan? Absoluut, ja. Vroeger als beroepsmuzikant, laat ons zo zeggen, het is toch een heel andere wereld. Hè? Maar als soloartiest kom je op plaatsen zoals hier in de artiest. En dan leer je ook de andere artiesten kennen. En ja, dan doe je wel wat ervaring op. Het is even wennen. Er is nu een debuutalbum met 14 liedjes. Het is een beetje een mengeling geworden. Engelstalig, Nederlandstalig. Waarom? Het is nogal moeilijk om er nu een stempel op te plakken eigenlijk. Het is al altijd zo geweest dat ik een beetje alle genres graag zing, want ik denk dat ook eigen is aan een muzikant, dat hij zich moet thuis voelen in alle genres. En nu is het zo'n beetje zoeken, welke stempel wordt er nu op Jan Wouters gedrukt? Vlaams, of liever Nederlandstalig of Engelstalig? Het is een beetje zoeken. Wat zing je het liefst? Eigenlijk Nederlands, ja. Maar dan vooral nummers van Bultura en zo verder, maar evengoed Engelstalig. Toekomstplannen voor 2012? Dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Want momenteel weten we niet wat dat de toekomst eigenlijk gaat brengen. Het is zo'n beetje aftasten. Tasten in het donker eigenlijk. We moeten zien wat... Ik laat alles op mij afkomen en we zien wel. Je werd samen met Jo Dex, een bekend iemand uit de showwereld. Ja, inderdaad. Het is ook dankzij die persoon dat ik die kansen ook heb gekregen. Want als je niet in die wereld kunt bewegen, je weet nergens waar naartoe. Dus je moet eigenlijk wel de juiste persoon hebben om je de juiste richting eigenlijk te wijzen. Ja. Do you agree?